Yes, hè? Kijk, hij blijft op de boel! Tik, tik, tik. Ik ga de volgende. Ergens. Ja? Zo naar de net. Ja. Vlieg, vlieg. Oh, ik denk dat ik het weet, ja. We zijn de drie musketeers. Welkom bij de nieuwe video. Ik ben Sam. Ik ben Jesse. Ik ben Ramon. Wij zijn de Bakkertjes. Wat gaan wij vandaag doen? Wij moeten allebei voeren. En moet ik in mijn hoofd houden. Jij ook. En dan hebben we, dan krijg ik jij het weg. En we moeten zo 3, 2 en dan moeten we samen tegelijk zeggen. En dan moet jij het. Dan moet wij raden als we het tegelijk hebben gezegd. Hoe duur het kost dan? Als je het raadt, mag je het hebben. Ik kom elke keer met een product. Ik leg het neer. Ze mogen allebei vervoelen. En daarna moeten ze het raden. Degene die het goed raadt, heeft gewonnen. Ja. Wat nou als jullie het allebei goed raden? Dan moet je gewoon van de prijs van het ding proberen te raden. Ja jongens, de prijs van het ding. Ja, inderdaad. Als mensen nog geen abonnee zijn, dan is er iets wat ze moeten doen. Ik weet alleen elke keer niet wat. Abonneren. Oh ja, het is dat. Zo, dan hebben we dat. Dit is mijn andersfest. Tijd voor ondernemer! Oké. Jullie mogen dus echt niet kijken. Mag ik eerst voeren? Ik kan ook niet kijken, ik heb er twee dubbele. Oh ja, Jess heeft een dubbel, die ziet dubbel niks. Je mag voelen, maar je mag alleen zeggen of je het weet, maar je mag niet zeggen wat het is. Ja, waar? Ja, daar is hij. Ja. Je weet wat het is? Ja. Oké, Jesse. Ja, ik weet het ook. Je kan het al horen eigenlijk. Ik zet het nu hier op tafel. Ik zet 3, 2, 1 en jullie roepen het allebei tegelijkertijd, ja. Oké? Okay? 3, 2, 1. Ze doen wie het eerste roept. Het is niet wie het eerste roept. Hè. Gewoon 3, 2, 1 bellen blazen. Het is niet wie het eerste roept, hè vriend. 1,99. Moet even zoeken. Oh, oké. 1,99. Wat denk jij, Sam? Hoe duur is het? 14,55 cent. 14,55 euro? Het was 50 cent. Jesse, je hebt een bellenblazer gewonnen. Wat? Yeah. 15 euro van een bellenblazer. Even kijken of hun nog weten hoe je moet bellenblazen. Kijk, zo. Oké, dan gaan we het krijgen. Sam? Zo groot mogelijk. Zo kan je ook doen, zo. Maak je heel veel. Nee, mijn laptop. Jij kan goed, hè? Hij maakt hem gelijk kapot. Ja, maar ik wil ook zussen. Tempo 2. Oké, jongens. Ik heb hier een mega vet. Bam. Ik zet hem hier neer. Oké, Jesse, je mag nu voelen. Ja, ik heb mijn ogen zo dicht. Ik schiet me deur. En niet zeggen wat het is, hè? Ik denk dat ik het weet. Oké, Sam, goed voelen. Wat voel je, Sam? Wat voel je? Ja, ik weet het. Oké, ik zeg 3, 2, 1. Je hoeft niet wie het eerst roept, hè? Gewoon normaal roepen. 3, 2, 1. Een beeldje van een konijn. En Jesse heeft gewonnen. Het was bijna goed, Sam. Het is geen paashaas. Het was een beeldje van een konijntje. Nee, ik wist het. Ah. Ik ga slapen. Even niet. Oké, ik heb hier zo'n. Even kijken of het een beetje. Kijk, het zijn deze dingen. En als je dit doet. Zie je, er komt er iets uit. Superleuk. Oké, ik ga hem nu neerleggen bij Sam. Ik heb er trouwens 3 in totaal. Oké. Kan je het weggooien? Ja, je kan het weggooien, maar dat kan je uiteindelijk met alles. Ik had het kapot dan. Ja, zo. Oh, zo. Nee, dit gaat niet kapot. Oh. Ik ken het ergens van. Ik heb mijn ogen dicht hoor. Jij kent het ergens van? Ja, ik vind het heel veel zand. Ik heb mijn ogen. Oké. Auw! Ja, Jesse, voel je ook van, ik heb er toch 3 liggen, dus ik kan je net zo goed even meevoelen. Kerstzak. Een kerstzak? Ja! Een kerstzak, nou ja. Oh, ik wist het! Een poppetje? Je mag nog niet zeggen. Jij hebt een poppetje? Oké, ik ga nu 3, 2, 1 en dan mag je een poppetje doen of wat anders, oké? Ja. 3, 2, 1. Poppetje, zak! Oké, mama, opa! Huh? Zal ik eens even kijken hoe het officieel genoemd wordt? Wat is dit dan? Ik heb geen idee. Ja jongens, het is een krijtbal set. En wat kan je mee doen, een krijtbal set? Dan gaan we even laten zien. Kom even mee naar buiten. Kijk, de stofwolken komen er vanaf jongens. Oké, mijn broek is allemaal fluoriserend. Nou, oh Sam! Hé, je moet het naar elkaar gooien. Hop, hop. Yes hè?
Oké, zijn jullie klaar voor de volgende? Ja, maar het is wat lekker. Is het lekker? Ja, kan je het opeten? Jullie wel heel veel snoep, of niet? Ja, snoepjes! Oké, jongens, het volgende. We leggen het bij Jesse neer. Go. Wat voel je? Wat voel je? Ik voel knopjes. Knopjes, ja. Oh-oh. Ik heb een boel. Ik voel knopjes. Tik, tik, tik. Oké, hij denkt dat hij het weet. Hier heb je het, Sam. Indrukken. Sam, dus even verder nog even reizen bij de buurvrouw. Ja, ik denk ga je naar de buurvrouw, hoor. Ja? Ik denk dat ik het weet. We tellen af. 3, 2, 1. Haal een chocola. Echt? Wat dacht jij, Jesse? Ik dacht speelgoed. Ja, lekker, lekker breed okay. Speelgoed. Ja, jullie moeten kijken, het was? Wat pennen! Ja, pennen. Maar jullie hadden allebei fout, dus gaan we doen wie het dichtst bij het bedrag zit. Oké, welk bedrag denk jij dat het is, Sam? Eerst Sam. Het zijn best mooie pennen, misschien 10 euro of... 10 euro. En Sam? Sam, wat denk jij? Ik denk... Ja, ik van... 5 euro? 5 euro! Yes. Precies! Ja! Yes. Nah. Goed! Oké, Sam heeft eindelijk ook wat gewonnen, jongens. Ik ga het even openmaken. Ja. Kijk jongens, dit is dus hoe Sam altijd producten openmaakt. Niet gewoon zo open zoals het hoort, maar gewoon zo... Wat zijn dit? Dit moet je uitknippen en dan moet je hierop daarop tekenen. Oh, inderdaad op je hand. Oh. Wacht. Oh, check dit jongens, wat. Oké, Sam, jij mag eerst. Welke wil je kiezen? Ik wil... Kijk, deze doe je nou op je hand. Uiterst geconcentreerd jongens. Yo, Sam, je bent helemaal klaar? Ja. Oké, nou. 3, 2, 1, go. Wow. Nou, Sam is al onze derde bezig, maar Jesse is klaar hoor. Ja. Oké, dan gaan we het krijgen. Deze tattoo die er nooit meer vanaf gaat. Echt? Mm-hmm. Ja, dit gaat er nooit meer vanaf. Oh, fijn. Wow. Hey, wil je nu binnenkom? Ja, Schiet ze op, joh. Ja, ik doe net het ook, hè? Ik klaar voor de volgende? Ik mag eerst. Ja? 1. Ik mag eerst voelen. Mag je eerst voelen? Komt-ie? Oh, daar is ie. Goed voelen wat het is. Oh, staat hij bij mij er al? Oh, ja, een beetje, hè? Bij jullie samen. Net. Nee, je mag nog niet raden, hè? Ja, ik weet het wel. Hij weet het, oké. Dan gaat u helemaal naar Jesse toe. Kan het rechtop staan? We gaan even kijken of het rechtop kan staan. Ik weet het. Je weet het? Ja. 3, 2, 1. Net. Nee, ik denk... 3, 2, 1 en... Je moet 3, 2, 1 dan moet je roepen, weet je nog? Oh ja. 3, 2, 1... Net! En net waar je vismaker van me. Jullie mogen kijken? Ja, dankjewel, ik heb het goed. Wat dan? Het is een fun. Het is een fun slingershot, is het. Het is zeg maar dat je dit dingetje kan overgooien naar elkaar. Oké, we gaan raden hoe duur het was. Ik denk dat mama de prijs wel af heeft gehaald. Moehaha. Sam, mag nu als eerste raden? Nee. Ja, dus dan zat Jesse als eerste raden? Nee, ik hè. Oh. Jesse mag als eerste raden? Jij. Sammy mag als eerste raden? Sam, nou ja, jij. Oké, steen, papier, schaar. Ja. Steen, papier, schaar. Oké, Sam, raad maar. Hoe duur denk je dat het is? 18 plus 5. Dat is het gewoon. 18 plus 5. Als je naar de winkel gaat, dat de kassière zegt: ja, dat zijn 18 plus 5 euro, alsjeblieft. Ik denk 20 euro. Jij 20 euro, zeg een bedrag? 20 euro. Nee, je mag niet hetzelfde bedrag. Dan moet je zeggen 19 euro zo, of nee, 21 euro. Nee, dan 19 euro en dan 99 cent. Jij zei 20, jij 19,99 euro. Sam, heb jij gewonnen, want het was 8 euro. Dus jij zat 1 cent dichter bij de 8 euro. Ondertussen is het buiten al pikken donker. We hebben dit ding. Wat is dat hier op de grond? Hier, kijk. Die moet je hierin doen. Daarin. Jongens, kijk uit voor de televisie. En voor deze ruit. Maar liever uitkijken voor de televisie. Sam, moet je even daar staan. Daar staan. En dan moet je gooien naar Jesse toe. Zo. Nee, zo. Je moet kapotten. Nee, dus met een net doe je zo gooien. Ja. Nee, niet niet het net zelf. Echt serieus, Sam.
Oké, jongens, en dit heet hij van zijn moeder, niet van mij. Zo, maakt niet uit als je het net maar vasthoudt. Mooi, hè? Met een net vangen, hè? Ja, moet je een net vangen. Oh, maar kom eens. Hey, kom eens. Als, oh, sorry. Ze rampt hier. Lijkt het vuurwerk. Ja, als je heel snel gooit. Wow! Jij mag het voeren. Oké. Oké. Ik heb even handen. Ik sta boven elke keer uit beeld weer camera schuwen. Ja. Oké, jongens. Nu kijken naar Jesse Sam. Nou, we hebben nou deze. Wauw. Jesse. Ik zet hem hier neer. Ik heb het idee dat hij niet zo moeilijk moet zijn. Met de dingen aan het kussen. Je kan ermee kussen. Je kan ermee kussen. En je kan ermee trouwen. Je kan ermee trouwen. Ik weet het niet. Je weet het niet? Nou, ik ga even naar Sam. Jongens. Kijk of weten. Neem maar een hap. Probeer maar een hap te nemen. Niet kijken. Ja, ik weet het. Niet. Hij weet het? Ja. 3, 2, 1. Ik kan gewoon wat praten. Hé, Sammetje! Ik dacht een vuurpijl. Jongens. Vuurpijl. Nou, jongens, Sam is helemaal in zijn element. Behalve als hij snoep eruit moet krijgen wat niet lukt. Dat is echt wel aardig. Oh ja, anders de aardig. Sam. Sam. Jesse, ga nou opschieten. Oké, nou, je doet er een muntje in. Ja, hoe doe je het terug? Je moet eerst een muntje doen, gaat het nu maar grof gepeld. Nee, heel lief en schattig. Oké, hij doet een muntje erin. Andere kanten draaien, heel goed. Doet het ook niet. Ja! Nee, je bent wel het muntje kwijt, maar je krijgt geen... Wat doe je nou? Ja, oh kijk, en zo komt de kogelbal eruit. Wat een mooi systeem! Wat is het nou weer? Wat? Een muntje is gewoon ook weg, hè jongens? Oké, jongens, het is tijd voor de volgende. Dat is de laatste, is dit. Jongens, dus je mag niks zeggen van wat je ervaart, hè? Hey, luister goed. Sam, zit al die kauwballen tevreden. Ja, dus Sam, niks signalen afgeven wat het is. Ook niet roepen wat het is. Oké, ik zet het nu neer. Ja. Ja. Weet je net? Zet het nu bij Jesse neer, jongens. Het voelt wel smerig. Wacht even, ik moet de geur ergens van kennen. Komt de geur je bekend voor? Oh, ik denk dat ik het weet, ja. Ik weet het. Ja? Ja. Oké. 3, 2, 1. Slagroom! Noem je dat champignonsoep. Slagroom champignonsoep. Ik zie Sam kijken. Mag ik kijken? Ja. Mag ik ook? Of weet je, dit is champignonsoep. Godverdamme, vetklep. Ik ben heel lief, dus ik deel het maar naar Sam. Sam, waarom zit jij ook in het beeld? Jongens, hij zit in het beeld omdat hij hier een kauwgomballenapparaat. Kijk, hij komt met die kauwgomballen. Stop, man. Yes, jongens, het was het. Ja, ik vond het super leuk. Sam, vond het leuk? Ja, ik vind het super. Maar de laatste vind ik. Ja, die laatste vind ik. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Want we willen wel naar die 200.000, hè, jongens. Ja, waarom zo? Ja, en. Als ik 200.000 ga, ik dit op en ja. Ik ben 200.000 pas. Volgens mij over 2 seconden al. 1, 2. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei.